Hey mensen, ik ben Tobof en welkom. Update 1. Ik krijg woensdag een nieuwe computer, gewoon een game PC. De specificaties staan in de beschrijving. Dus als je wilt weten hoe snel mijn nieuwe computer gaat worden of is, kijk in de beschrijving. Ja, met een nieuwe computer. Die is natuurlijk veel beter dan de laptop die ik nu gebruik. Gebruik je een laptop? Ja, ik gebruik een laptop. En voor een laptop is mijn laptop gewoon best wel goed. Maar ja, met opnemen en met spelletjes spelen is die gewoon niet goed genoeg. En dat heb ik dan opgelost met een nieuwe computer. En dan kan ik gewoon nieuwe video's gaan opnemen met 60 frames per seconde. Dan kan ik het gewoon 1080 pixels HD gewoon met gemak doen. Dan kan ik spelletjes zoals Ark Survival Evolved, GTA 5, Shadow of Mordor. Kan ik gewoon makkelijk opnemen. Dus ik kan nu ook de spelletjes doen die ik leuk vind om te doen. En jullie ook. Dus ik kan bijvoorbeeld Counter-Strike Global Offensive nu ook gewoon veel makkelijker opnemen. Ja, dat is de eerste update. Dat ik mijn nieuwe computer woensdag binnenkrijg als alles mee zit. Update 2. Ik ga pas volgende week weer uploaden. Waarom? Ja, dat is eigenlijk ook update 1. Nieuw computer komt woensdag binnen. Ik heb nu wel tijd, maar huiswerk en dat soort dingen, ja, hartstikke vervelend. Dus als ik mijn computer binnen heb, dan ga ik Windows installeren. Dan ga ik alle spelletjes installeren. Dan moet ik de bestanden overzetten. Dat is best veel werk. En dan moet ik het aansluiten. Ja, dat is niet zo lastig. Aansluiten op het beeldscherm. Maar dan moet je die instelling ook weer goed hebben. Ja. En van de computer te nemen met mijn telefoon. En de facecam die ik gebruik voor gaming video's, die zit in mijn laptop ingebouwd. En ik weet dat het mogelijk is via een USB-kabel of whatever, dat je de telefoon als facecam kan gebruiken, want dit is veel betere beeldkwaliteit, denk ik. En ook gewoon HD, heet er gewoon hup, boom, boom. Dus als jullie weten hoe het moet, laat het in de reacties achter. Dat zou ik super fijn vinden. En dan, ja, dan zie ik jullie volgende week. Wil je dat er een Q&A komt, laat vragen gerust achter in de reacties. Misschien ook de games die je graag wilt zien op mijn kanaal. Ja, laat gewoon alles achter in de reacties. Ben je nou blij dat ik een nieuwe computer ga krijgen? En dat die gewoon sowieso 4 keer zo goed is als mijn laptop? Specificaties beschrijf je nou. Plan deze video dan met een duimpje omhoog. Abonneer op mij als je de nieuwe games wilt zien natuurlijk. En dan tot volgende week. Later!